De film Laila M. is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscar voor de beste buitenlandse film. Regisseur Merke de Jong vertelt in de film het verhaal van een 18-jarige moslima in amsterdam werd die langzaam radicaliseert. De film ging vorig jaar in première bij het Toronto International Film Festival en werd daarna voor veel andere filmfestivals geselecteerd. In Nederland trok de film volle zalen. Nora Elkau, en Ilya Sadab spelen de hoofdrollen in Laila en de hoofdpersoon voelt zich door de samenleving en haar familie buitengesloten. Eind januari wordt bekend of de film midding naar een Oscar. Daarvoor worden vijf films geselecteerd. De filmprijzen worden op 4 maart uitgereikt.